We moeten anders kijken naar mensen in armoede. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Caroline Harnakke en ze is onderzoeker bij Movisie. Mevrouw Harnakke, welkom. Bedankt. Wat hebben jullie daar precies onderzocht? Want armoede is al iets wat heel veel onderzocht wordt, hè? Ja, dat klopt. De armoede wordt veel onderzocht. En dat is ook nodig, want er leven veel mensen in armoede in Nederland. En waar wij nu naar hebben gekeken is het stigma dat mensen in armoede ervaren. Mm-hmm. Dus die manier hoe anderen kijken naar mensen die in armoede leven. En hoe is dat, hoe mensen kijken, wat het vooroordeel is eigenlijk? Nou, er zijn tal van vooroordelen waar mensen die in armoede leven mee te maken hebben. En het probleem met deze vooroordelen is dat die mensen die in armoede leven niet alleen problemen ervaren omdat ze moeten rondkomen met heel weinig geld. Maar dat ze daarnaast ook nog problemen ervaren door het stigma dat daar leeft. Ja. Bijvoorbeeld het stigma dat het hun eigen schuld is dat ze in armoede leven. Terwijl mensen die wel voldoende op hun bankrekening hebben staan, niet goed genoeg beseffen dat het iedereen kan gebeuren dat je in armoede terechtkomt. Mm-hmm. Stel je voor als je je baan verliest, je een scheiding meemaakt en tegelijkertijd ook nog ziek wordt. Nou, dan kan het zomaar gebeuren dat je in armoede terechtkomt. Dus armoede is niet heel vaak niet de eigen schuld van mensen die in armoede leven. Maar dat is wel een van die ideeën die wel leeft. Ja. Waar mensen mee geconfronteerd zijn. Ja, dat hebben jullie onderzocht. Nou, de resultaten zijn duidelijk, maar wie gaat daar dan wat aan doen en hoe moet dat gaan gebeuren? Nou, wat het onderzoek laat zien, denk ik, is dat we moeten zeker iets aan armoede doen door te zorgen dat mensen voldoende geld hebben. Maar we moeten ook iets daaraan doen hoe mensen die niet in armoede leven kijken naar mensen die in armoede leven. Ja, als het een vooroordeel is, dan wordt dat lastig, denk ik. Of kunt u mensen, die kunt u niet aan een touwtje meenemen om ze anders te laten denken? Nee, maar we kunnen wel degelijk dingen doen om vooroordelen en stereotypen te bestrijden. Dus om een heel concreet voorbeeld te geven, die manier hoe over mensen in armoede of in bestaansonzekerheid algemeen, hoe over hen wordt geschreven, welke beelden in de media worden getoond. Dat maakt eigenlijk wel uit hoe anderen over die groep mensen denken. Ja. Zou de politiek ook een rol kunnen spelen daarin? Zeker ook. Hè. Een deel van het stigma te ervaren is ook institutioneel stigma. Dus stigma niet door je buurman of iemand, een ander ouder op het schoolplein, maar stigma door instanties. Mm-hmm. En dat is zeker iets waar politiek ook iets aan kan doen. Hè? Dus we hebben onderzoeken gehoord van mensen die vertellen bijvoorbeeld hoe ze bejegend worden aan de balie als ze voor een uitkering of om iets aan de uitkering na te vragen komen. En hoe zij worden bejegend. En dat die bejegening soms ook op een heel andere manier is als je met een andere reden naar het gemeentehuis komt. Ja, als je meer geld hebt, dan wordt er anders geneigd gekeken dan dat je arm bent. Ja, klopt. Ja, ja dat is. Maar ja, nou moet het nog verder. Hè? Het onderzoek is mooi natuurlijk om dat te weten. Maar hoe gaan we het veranderen? Dat is even de vraag. Dat is een lange weg, denk ik. Dat is wel. Is inderdaad, het vraagt een lange adem. Maar er zijn wel dingen die we kunnen doen. Hè? Dus er is één wat heel belangrijk is om stereotypen en vooroordelen aan te pakken, is om op de een of andere manier in contact te komen, om groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Mm-hmm. Rondom Wereldarmoededag werden er allerlei mooie initiatieven georganiseerd van buurtmaaltijden, gemeenschappelijk eten, om mensen ook echt met elkaar in contact te laten komen. Ja, en dat soort initiatieven die kunnen wel helpen om die stereotypen en vooroordelen te doorbreken. Het begint bij de mensen die het niet arm hebben, dat is in ieder geval zeker. En als je die mensen, de andere mensen opzoeken, kom je in gesprek en dan kan je meer begrip voor elkaar kweken. Ja, klopt. Dat is zeker, ja. Mensen die daar meer over willen weten, hebben jullie het onderzoek of de resultaten daarvan op de website staan? Dat klopt, ja. Ja? En waar moeten mensen dan zoeken? Dus dat staat op de website bij Movisie en onder armoede. Ja, kijk bij movisie.nl en even bij armoede kijken, dan kom je meer te weten erover. Maar gewoon aan de slag gaan ermee, dat is natuurlijk het beste manier. Precies.
precies. Ja, zeker weten. Caroline Harnakke, senior onderzoeker bij Movisie. Anders kijken naar mensen in armoede, dat hebt u duidelijk gemaakt. En iedereen zou daar wat van moeten meenemen. Ik dank u voor het gesprek.